gekke aan Wim is, Wim is ontzettend kleurrijk, behalve in de media. Hij zegt nooit rare dingen in de media. Terwijl hij fantastische verhalen, als die zijn levensverhalen zou vertellen, dat was een bestseller, maar hij doet het niet. Nee, maar je hebt vanaf dag 1 een band met hem gehad. Wat viel je dat meest op meteen? Nou, dat weet Mark ook, weet je wel. Op het moment dat er nieuwe spelers binnenkomen, dan wacht je toch altijd op het moment dat ze zich uitkleden. Dat is altijd een speciaal moment. En, wacht even, kan je dat één keer herhalen? Nee, dat is een speciaal moment altijd. Dat is toch altijd als je als jongens... Weet je, en dat had ik bij Wim ook. Er komt toch wat binnen. Ik bedoel, ja. Interlands, Ajax, Europa Cups. Ik denk, nou ja... En op een gegeven moment stond hij in zijn onderbroek. En ik denk, ja, die gaat hij dadelijk toch uitdoen gewoon. Ja. Ja, en dat mag ik zien, weet je wel. Dus ik zat zo te kijken zo. Ik denk, nou, kijken zo. En op een gegeven moment doet hij hem uit. En ik kijk. En hij kijkt naar mij zo van, wat is er? Ik zeg, Wim, wist jij dat er hier in Blijdorp van die hele grote grijze dingen over het zand lopen, die daarmee nootjes van de grond halen? Wist jij dat? En die Wim... Sindsdien ben ik zijn baas. Zo ordinair is zelfs keer het koning niet. Sindsdien ben ik zijn beste vriend. Ja. Oh. Morgen gaat dat allemaal gebeuren dus. Kijk, dit is journalistiek. Ja. Daar kan Jack niet op tippen. Ja, je droomt Jack van Gelder van. Ja. Voor zo'n einde.